Ik kwam weer in Nederland. En ik zag weer dat vlakke land. Geen heuveltje te bekennen. Alleen duinen. En ik dronk weer een heerlijk kop koffie. Voor 20 cent. Ik ging in een pension voor 4 gulden. Alles inbegrepen. Het ontbijt, dat leek wel een bruiloft. Je moest er een uur vroeger voor opstaan, anders kon je niet wegwerken. En ik mocht weer alles zeggen wat voor mijn mond kwam. En niemand keek naar mijn neus of die recht of krom was. Ik solliciteer niet meer. Aan mijn lijf geen polonaise. De passie. In plaats gewoon aan onze de kant. Prima handelsbediende biedt zich aan voor 30 cent per dag. Nou, je begrijpt van alle windstreken, hè? Als de doos de wind is, zet ik mijn raam open en de betrekkingen waaien zo naar binnen. 30 cent per dag, wie kan er nou verkocht zijn? Maar dan bent u er nog niet. Bij minstens een maand tegelijk belangrijke reductie. Nou, je begrijpt, daar vliegen ze allemaal in, hè? Ze nemen me allemaal voor een maand. Maar dan zijn zij er nog niet. Want eerst de beste dag gooien ze me er weer uit. Met een maand salaris, dan heb ik toch nog 9 gulden per dag.